De TV-take. Deel van de TV-take is een plek waar je films of tv-programma's kan opvragen of opgenomen programma's kan bekijken. Je vindt de knop TV-take hier links van boven. Als je op de knop TV-take drukt, kom je in de TV-take. Als eerste zie je mijn TV-take staan. Bij mijn TV-take vind je alle opnames en alle bestelde programma's van de laatste 24 uur en alle herinneringen. Je kan hier ook manueel opnemen, maar dat leg ik later nog eens uit bij opnames. Als je op mijn opnames klikt, kan je sorteren op opnames of op geplande opnames. En zo krijg je bijvoorbeeld een alfabetische lijst dat er allemaal op de harde schijf staat van de Digicorder. Zo. Met de backtoets ga je terug. Of met exit sluit je het af. Verder heb je film à la carte. Nou, hier wordt op tv heel veel reclame voor gemaakt. En je vindt hier onder andere zo goed als nieuwe films die tot over een maand of twee, drie nog in de bioscoop liepen. Bijvoorbeeld de top 10. Dat zijn de meest gehuurde films. Je kan hier ook één gratis film bekijken, dat is een kennismakingsfilm. En nu tijdelijk ook Daans. Bijvoorbeeld een keer eens opvragen. Bestellen. En dan even wachten en het programma of de film start. Je kan hier ook in doorspoelen. Dat doe je met deze knop. Alleen je kan hier maar maximum 24 maal doorspoelen. Wat bij opnames op de schijf gaat tot 64. Je kan ook pauzeren. Dat doe je door op de pauzetoets te klikken. En als je daaronder staat de playtoets en dan speelt het weer verder. Als je nu zegt van bijvoorbeeld, ja, ik heb nu geen tijd meer om de film te zien, ik wil die bijvoorbeeld over een uur verder zien, dan doe je oftewel op de stop of op de backtoets. Die toetsen zijn na, je hebt hier hetzelfde effect, dus ik zou niet weten wat er verschillend zou zijn. En dan kom je op een menu van bestelling stoppen. Dan kun je nog eens bevestigen of je verder wilt kijken of effectief wilt stoppen. In dit geval kies ik op stoppen. En nu kan ik de film nog verder kijken. Als ik terug naar de TV-take ga. Mijn TV-take. En mijn bestellingen. En daar vind ik Daans. Die kan ik gemakkelijk, als ik zo hier op oké druk, verder kijken van waar we gebleven waren. Daarna heb je nog Prime à la carte. Prime à la carte, daar kan je films op vragen als je geabonneerd bent op Prime. Daar staan alle films in die op de
Prime-kanaal ook worden uitgezonden, maar zo kan je ze hier opvragen, wat heel handig is. Maar ook al ben je geen Prime-klant, zoals ik bijvoorbeeld, dan kan je nog in het menu Spraakmakers daar de vier onderwerpen zien. Bijvoorbeeld specials in de bioscoop en de making-of. Wat wel handig is voor filmfanaten. Dit is ook dus echt volledig gratis, ook voor mensen die geen Prime-klanten zijn. Bijvoorbeeld in de bioscoop, dat is een magazine over wat er allemaal zich in de bioscoop afspeelt. Veel meer hebben we je deze week echt niet te bieden. Welkom in de bioscoop. Dan heb je nog iWatch, Seymour, ooit gemist, net gemist, Catnet. Het zijn allemaal op aanvragen van bekende televisiestations. Wat ook handig is, is regionaal à la carte. Daar kan je bijvoorbeeld, als je nu bijvoorbeeld in Antwerpen woont, maar je hebt aan de zee gewoond, bijvoorbeeld nieuws opvragen van andere gebieden. Ik woon bijvoorbeeld in de regio Kempen. Maar ik kan perfect informatie opvragen. Een nieuws bijvoorbeeld. Van Ring TV. Mensen zoals u dat hebben nodig. Trots van Vlaanderen 2007. Eerste optie. Dat gaat dus perfect. Protest tegen uitwijzen. Albanese gezin in Lennik. Schietpartij met hoop. Ook alle nieuwsuitzendingen zijn gratis opvraagbaar. Wat is jullie eerste indruk? Wauw. Ja. Wauw. Het is geen dat je weer terug hebt. Nee. Ik stem maar even. Ja. Eenmaal, andermaal. Totaal. Dan heb je ook music à la carte. Daar hebben de muziekconcerten. En het karaoke channel zit hier nog eens ingebouwd ook. Bijvoorbeeld dansmiddels mee. Oeh, en wil dat nog maken of zo? Dat zijn voor kinderen te leren dansen en zo. Dat is allemaal wel heel leuk als je niet weet wat te doen. Voilà, dit was de TV-take.